Welkom bij Omnichannel in Verbinding, de podcast van Gebruikerscentraal, waarin we het hebben over Omnichannel dienstverlening bij de overheid. En bij ons draait het om verbinding, verbinding in dienstverlening, verbinding tussen kanalen, verbinding tussen organisaties en natuurlijk ook verbinding tussen de mensen hier aan tafel. Um, ik ben Willem Pietersson en vandaag gaan we het hebben over het kastje naar de muur en of dat nou een groot probleem is, ja of nee, en wat je daaraan kunt doen. En ik heb twee gasten aan tafel, waar ik erg naar uitkijk om het te hebben over dat kastje naar de muur. Allereerst heb ik aan tafel Petra Bout, uh, regisseur stedelijke dienstverlening bij de gemeente Enschede. Een innovatieve gemeente die ja, draait in veel projecten die proberen de dienstverlening aan de burger te verbeteren. En hopelijk ook iets doen aan het kastje naar de muur. Um, ja, welkom, Petra. Dank je. Uh, en ten tweede heb ik Lisbeth Hak aan tafel, projectmanager only channel. Bij Centraal. En iemand die al heel lang meedraait in alle handen projecten. En nu natuurlijk vanuit Omni-Channel ook heel veel overheidsorganisaties ziet en weet wat er speelt in overheidsland. En hopelijk daarmee ook leuke inzichten over uh, het kastje naar de muur. En welkom, Liespet. Maar eerst, ja dat kastje naar de muur. Wat is dat nou eigenlijk? Nou, we kennen allemaal de situatie waarin je iets probeert te doen bij een overheidsorganisatie. En dan zegt de overheidsorganisatie u moet niet bij ons zijn, maar u moet elders wezen. Ja, en dan ga je naar die organisatie en word je misschien wel weer ergens anders naartoe gestuurd. Klinkt dat allemaal nou abstract? Ik heb gewoon een praktisch voorbeeld. Uh, de mensen die kijken kunnen dat zien. Uh, voor de mensen die luisteren, ik ga het even uitleggen. Stel je wilt een huis bouwen in bijvoorbeeld de gemeente Enschede, dan heb je een omgevingsvergunning nodig. Nou, als je naar de website van de gemeente Enschede gaat en je gaat zoeken naar die omgevingsvergunning en je komt op een webpagina uit, dan zegt de gemeente Enschede: ja, hallo, u moet niet bij ons zijn. Gaat u maar naar hetomgevingsloket.nl. En als je dan naar datomgevingsloket.nl gaat en je hebt een vraag of een informatiebehoefte, dan zegt het omgevingsloket vrolijk: u moet niet bij ons zijn, maar u moet naar de gemeente. Kortom, je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Petra, van de gemeente Enschede. Ja. Wat, wat, is, wat is je reactie? Ja, ik heb er nog eens even naar gekeken. Um, kijk, wij hebben het natuurlijk zo georganiseerd... dat je die bouwvergunning, zoals we dat dan altijd noemden... <laughs> hè, uh, die nu omgevingsvergunning heet... dat je die moet aanvragen via een landelijk systeem. Ja, um, daar is iets voor bedacht. En dat betekent dat het zo werkt. Wat ik heel... Um, Prettig vindt wat we als gemeente hebben gedaan, is dat wij nu mensen echt zeggen: als u vragen heeft of uw bouwplan überhaupt, hoe ga ik dat realiseren? Dan moet je bij ons zijn. Sterker nog, we gaan binnenkort ook een hulploket openen voor mensen die er digitaal niet uitkomen met het loket. Dat is eigenlijk sinds 1 januari toch wel wat ingewikkelder dan daarvoor. He, dus um, ja, het omgevingsloket gaat heel erg. Die zegt Als je er niet uitkomt met dit loket, dan moet je bij ons zijn. Dan heb je vragen over hoe je je bouwplan moet, echt moet realiseren, dan moet je bij de gemeente zijn. Dus dat zijn wel twee verschillende dingen. Um, ik herken hem in de praktijk niet zo dat dit, mensen hier zich door het kastje naar de muur worden gestuurd. Maar we hebben zelf wel gedacht, wij moeten, dit echt, uh, wij moeten er zijn voor de mensen om ze te helpen. Dus we gaan binnenkort een echt hulploket openen. Dat staat er nog niet op, maar dat komt. <laughs> daar daar ja. praten we straks over door. Ja. En ook over uh, hoe groot het probleem nou echt is. Ja. Um, eerst even, Lisbeth. Um, herken jij dit? En wat zie jij in de community gebeuren? Nou, als je kijkt naar de community, zijn er momenteel best wel veel gemeenteleden. Hè? Uh, diverse gemeentes over heel Nederland zijn lid van onze community. Maar ik heb ook wel een persoonlijk voorbeeld. Uh, bijvoorbeeld in de zorg, daar zie je het ook regelmatig gebeuren. Daar hebben ze heel veel last van dit fenomeen. Um, en ik had het zelf een tijdje geleden, want ik had Warempel een oorontsteking. Nou ja, ik weet niet of jullie dat nog herinneren wanneer je dat voor het laatst gehad hebt. Maar bij mij was het flink uh, lang geleden inmiddels. Dus ik dacht, ik bel de huisarts. En dan krijg je zo'n heerlijk automatisch bandje met uh, vragen. Om vooral even te kijken op de website om daar een afspraak te maken. Dus ik braaf naar de website. En daar was natuurlijk de eerstkomende drie weken sowieso geen plek. Uh, maar als er dan een plekje was, dan was het op een onmogelijk tijdstip. Dus daar zat ik al mis. Uh, dus ik denk, nou ga toch maar weer even bellen, want dit doet nu wel echt heel erg veel pijn. En met die paracetamol kom ik niet verder. Toen heb ik drie kwartier mijn de telefoon gehangen. Um, en weet je, er zijn altijd ergere situaties, hè? laten we dat voorop zetten. Maar het duurde zo lang om vervolgens uiteindelijk toch die afspraak weer uh, direct voor elkaar te krijgen. Ja, en toen kreeg ik tijdens die afspraak te horen van ja, die website doet het eigenlijk niet altijd zo goed. Dus we hebben veel liever <laughs> dat mensen bellen. Ik ja, mensen, <laughs> dan is het goed bedoeld, maar dit is een goed voorbeeld, denk ik, ook van hoe dat, uh, nou ja, dus niet alleen in het openbaar domein van het Nederland, ja. maar ook zorg, en ik denk dat we bij elke sector wel uh, dingen kunnen terugvinden. Ja, en nu, nu heb je het over het kastje naar de muur van de website naar de telefoon. Juist. De uh, website zegt, ga bellen, bellen zegt, kijk op de website. Um, het voorbeeld wat we gezien hebben van het omgevingsloket gaat over organisatie naar organisatie. Uh, zie je in de praktijk verschillende varianten hiervan en zie je dat in de praktijk voorkomen? Zie je dat bijvoorbeeld in de community, Liesbeth? Nou ja, je merkt aan de leden dat zijn er inmiddels nu uh, zo'n 450. Hè. Dat is hartstikke leuk denk ik voor de kijkers en luisteraars. Uh, we zijn ooit begonnen met uh, een handjevol en er zijn er nu 450. En er zijn heel veel soorten organisaties. Dus je merkt ook dat de vragen op dit thema uh, heel divers zijn, waar sommige grote organisaties, bijvoorbeeld een uh, belastingdienst of uh, een grote private partij, die hebben dit dus op alle niveaus, van, van kanalen tot aan afdelingen waar het speelt. Um, en een kleinere gemeente die ook lid is van onze community, ja, dan heb ik een uh, community-lid die is in haar eentje drie afdelingen. Om maar even een, een, een verschil uh, als voorbeeld te noemen van de, de scope zeg maar, van dit uh, probleem. Juist. Maar goed, hoe groot is het probleem nou echt? Um ik heb het voorbeeld gegeven van de gemeente Enschede naar het omgevingsloket. Uh, Petra, je geeft aan, nou, het, het valt misschien wel mee. Toch zijn er mensen die zich hier heel erg druk over maken. Onze ombudsman grijft, uh, schrijft er vaak over. Ook uh, headlines van een paar jaar geleden over ja, de burger die door de overheid vaak van het kastje naar de muur gestuurd wordt. Uh, bijna elk jaarrapportage van de ombudsman komt dit wel langs. Maar is het nou echt een groot probleem? En speelt het bij iedereen, of speelt het voor bepaalde groepen en in bepaalde situaties? Uh, Petra, jij geeft net aan, we herkennen niet echt dit probleem. Wat, wat, wat zien jullie terug als je kijkt naar de data die je hebt? Ik wil toch even nuanceren. Ik had het echt over jouw voorbeeld van de mijn omgevingsvergunning. Maar ik ken natuurlijk uit de praktijk legio voorbeelden. Mm. Um, ik, ik, eentje die ik me echt wel. Uit um, mijn tijd dat ik nog leidinggevende was bij burgerzaken herinner, is dat mensen um, dat er iets is met een adres. Hè, dus je, jij bent verhuisd. En je vergeet dat door te geven, ja, euh, dan wil je op een gegeven moment iets aanvragen. Hè, dus een huurtoeslag of zo, dan zegt de Belastingdienst: Ja, ja, ja maar, hoe zit dat dan? Je, je, nou, dus, eh, soms doen mensen iets, vergeten gewoon iets te laat door te geven. Waardoor je niet per de eerste van de maand recht hebt op die huurtoeslag, maar per de vijftiende, want je hebt het gewoon later doorgegeven dan eigenlijk had moeten doen. Terwijl die daar best woonden op de eerste. Maar als het dan in het systeem staat, de vijftiende, dan gaat het hele land ervan uit, en dat komt uit die basisregistratie personen, dat het de vijftiende was. En ook al heb je een huurcontract waarin staat dat anders, je kunt het aantonen dat je het betaald hebt, dan wordt dat gewoon een heel lastig verhaal. En dan worden mensen best wel heen en weer gestuurd. Daar hebben wij wel wat op gevonden hoor, om ze te helpen daarin. Mm -hmm. ja, um, maar, maar dat zag ik best veel gebeuren. Dat, gewoon door even niet na te denken dat dat belangrijk is om op tijdig je verhuizing door te geven. Dat dat allerlei consequenties heeft. Ja. ja. Speelt dat vooral echt op in bepaalde situaties dan? Of voor bepaalde doelgroepen? Oh ja, of dat hangt het ervan af? Je, je ziet dat als je stress hebt, echtscheiding of andere dingen... waardoor je ja, met heel veel zaken, andere zaken bezig bent... dan dit soort dingen regelen. Daar zie ik het vaak gebeuren. Ja. ja. Het... Er wordt gesproken ook nu in, in de politiek over het recht op vergissingen. Ja. Uh, en dat we misschien als overheid wat coulanter zouden moeten zijn richting de burger als die een kernfoutje maakt. Ja. denk je dat dit het probleem gaat oplossen? Of het, het gaat oplossen, weet ik niet. Maar ik vind het wel een goed uitgangspunt dat je dus uitgaat van vertrouwen. Uh, en dat, in dat mensen de intenties hebben om het juiste te doen. Dat het niet één voorbeeld is wat meteen effect heeft op het hele systeem, waardoor er veel mensen misschien nog veel meer last van hebben dan... In het enige geval waar het mis is gegaan. Ja. Z zijn jullie bekend en misschien doen jullie het in, in de gemeente wel. Um, bekend met onderzoek naar. of het nou echt een grootschalig probleem is? Want we, we hebben anekdotes en we spreken vanuit persoonlijke ervaring. Ik ken weinig onderzoek wat in kaart brengt. hoe vaak het nou echt voorkomt, uh, en bij wie en in welke situatie. Uh, hebben jullie bijvoorbeeld in de gemeente Enschede data die laat zien dat ik weet niet hoeveel mensen bellen naar aanleiding van uh, het doorsturen van een andere organisatie of iets dergelijks? Nee, we houden dat niet apart bij. Nee. Hey, maar wat we natuurlijk, we hebben wel gezien dat het met, met zo'n adres en zo'n verhuizing dat het wel vaak voorkwam. En toen zijn we echt gaan nadenken van goh, hoe kunnen we de me deze mensen wel helpen? Um, dus dat is een groep die ik, die ik wel zie. Uh, maar we, we, gaan het, we houden dat niet bij. Nee, nee. Zou dat het een idee zijn om dat wel te gaan doen? Ja, nou... Um, we, we zijn natuurlijk uh, uh, sinds februari vorig jaar... Uh, een van de plekken waar je een overheidsbreed loket hebt. En dat gaat dan juist over mensen die tussen het wal en schip vallen... maar ook tussen organisaties. En die leggen we allemaal vast, ja. die vragen. Ja. Dus dat hebben we nu wel goed in beeld. Ja. Maar ah, bij ons KCC uh, dat, dat deden we dat niet. Oké. Okay. Nee. Ik, ik wil heel graag straks even doorpraten ja. ook over dat overheidsbrede loket, want ik denk dat dat een interessante ontwikkeling is, wat, wat hier een bijdrage aan kan leveren. Um, ik, ik wil heel even kijken, dan, ook kijken naar wat achter ligt en mis misschien de organisatie van de dienstverlening in, in Nederland uh, nog als een soort van oorzaak hiervoor bestempelen en graag jullie reflectie daar ook op hebben. Want we zijn natuurlijk best wel ja, gedecentraliseerd in Nederland. Uh, organisaties hebben hun eigen ingangen of kanalen. Vaak hebben we ook weer ja, samenwerkingsloketjes, samenwerkende kanalen. Uh, omgevingsloketten zijn er een voorbeeld van, of WMO-loketten. We hebben overkoepelende ingangen, zoals rijksoverheid.nl en overheid.nl. En dan hebben we ondersteunende kanalen. Ja, en dan hebben we ook nog Google uh, en, en, en zoekmachines die ook nog weer uh, daar een rol in spelen. Maakt dat het allemaal niet heel erg complex? Uh, hoe, hoe zie jij dit, uh, Lisbeth? Ik denk dat het antwoord ja is. Uh, ik denk in de wereld van nu, waarin steeds meer mogelijk is en uh, steeds meer ter plekke ook beschikbaar moet zijn aan informatie. Hè. We spreken over een informatiemaatschappij, aandacht, uh, aandachtseconomie. Ja, uh, iedereen wil alles uh, ter plekke beschikbaar hebben. Dus uh, bedrijven, zie je, gaan daarop inspelen. Maar dat wil niet zeggen dat de publieke sector dat ook kan en wil, laat staan zou moeten willen, denk ik. Uh, maar je merkt daardoor wel een soort ja, verschil ook in verwachtingen van een, een consument die door één klik op de knop iets kan bestellen via Bob.com. En dan bij je gemeente soms uh, wat meer tijd is, uh, kwijt is om iets uh, ja, te weten te komen. Kijk, ja. je ziet het ook aan gebruikerscentraal. Wij als programma uh, en natuurlijk om die channel daarbinnen. Uh, we zijn denk ik niet voor niets in zo'n korte tijd uh, vri vrij snel gegroeid. We doen ook heel veel soorten dingen. Als je, als je daar een analyse op zou loslaten over de ontwikkeling van campagnes, trainingen, materialen, instrumenten, tools, alles wat wij bieden. Dat gaat een beetje, het volgt die trend. Dus je, alles natuurlijk om elkaar te helpen en te ondersteunen om die dienstverlening maar te verbeteren. Dus het zijn wel signalen, denk ik, waardoor je die complexiteit ook weer uh, kunt toetsen. Of in ieder geval ja kunt verifiëren. Ja. Doen jullie veel aan bijvoorbeeld samenwerking met andere partijen? Of nou ja, als jullie erachter komen dat iets op, op Google niet leidt tot een juist resultaat bij de gemeente Endgedeelte, zit daar actie op? Of is het allemaal een beetje van nou, iedereen doet zijn eigen ding? Ja, wij, wij werken veel samen. Um, kijk bijvoorbeeld naar een gemeentelijk belastingkantoor. Dat is hmm. natuurlijk een samenwerkingspartner. We werken bij uitbesteed. Um, en dat vind ik wel eens een spannende. Um, als op het moment dat je dat doet, uh, dan gebeurt er in die organisatie van alles waar je niet altijd meer grip op hebt. Dus je moet wel goed zorgen dat je met elkaar eigenlijk die ontwikkelingen door blijft maken. Want wij krijgen ook gewoon nog steeds mensen voor het gemeentelijk belastingkantoor op het stadskantoor. Ja. Uh, ook al hebben we alles eigenlijk daar neergezet, mensen komen nog steeds. Dus dan moet, en, en, en ze komen ook nog vaak te laat, bijvoorbeeld voor kwijtschelding. Uh, dus dan, dan ga je toch overleggen met hun hoe je ze beter kunt bereiken. Je moet daar wel afspraken over maken in een dienstverleningsovereenkomst of wat dan ook. He? Dat je met elkaar in gesprek blijft over hoe uh, kunnen we die burger nou het beste bedienen. En die klantreis zo goed mogelijk uh, houden. Ja. ja. Um. Daar valt dus veel in te winnen in ja. de samenwerking en de organisatie van de dienstverlening. De eigen dienstverlening is natuurlijk ook nog steeds een dingetje. Een uh, paar jaar geleden heb ik uh, met Wolfgang Ebbers, die, die ook nog in een podcast gaat meedoen, onderzoek gedaan bij jullie bij de gemeente Enschede. Waar wij ook achterkwamen dat ja, de dienstverlening ook niet altijd even goed loopt. En bijvoorbeeld ook, we vonden in dat onderzoek dat zo'n 60% van alle burgers ook wel eens niet de informatie op de website kon vinden. Ja, die mensen gaan natuurlijk bellen. Ja. Dus in zekere zin ben je die ook van het kastje naar de muur aan het sturen. Ja. Uh, dat onderzoek is alweer een tijdje geleden. Wat, wat, hoe zijn jullie aan de slag gegaan om dat soort problemen op te lossen? Nou, een van de belangrijkste punten die daarin stond... was eigenlijk dat er meer regie moest komen op de dienstverlening. Hè? Uh, als iedereen zijn eigen dingetje blijft doen... En, en niemand kijkt daar overheen hoe het, hoe, hoe het zit. Uh, en dat hebben we gedaan. Dus ik ben zelf de regisseur geworden van de dienstverlening... <laughs> Um, en we hebben um, intern um, met een aantal mensen die breed uit die organisatie kwamen, die hebben we bij elkaar gezet, adviseurs die eigenlijk meestal uit de bedrijfsvoering kwamen, zijn eigenlijk een beetje omgetuurd naar adviseursdienstverlening. Nee. En uh, we hebben die website ook benaderd in de zin van dit moet geen zend uh, Gebeuren zijn, hè, wat de gemeente vaak heel goed doet, is heel veel zenden ja. van informatie. Aanbodgericht, maar vaak, wij ja. hebben een paar jaar geleden de slag gemaakt naar meer: iemand komt hier iets doen. Je wil een actie hier doen. En daar moet je op inspelen. En dat hebben we eigenlijk door, door met die mensen samen in die organisatie te kijken: hé hey jongens, uh, waar, de mensen komen toch voor die dienstverlening, hoe gaan we dit anders aanbieden? Hebben wij een hele slag gemaakt, waardoor onze website iets van 1200 terug is gebracht naar 500 pagina's. He, dat scheelt. Het kan ook zijn dat mensen dan iets niet meer vinden. Dat kan natuurlijk. Dat kun je altijd nog. Dan kunnen ze alsnog bellen. <laughs> dat kan. <laughs> he, maar als, als er heel veel vragen zo zijn, er iets, dan komt het erop. Dus wij, wij hebben daar meer analyse op ook. Uh, van waar zoeken mensen dan naar? En, uh, en moet het er dan op of niet? Hoe gaan we het dan doen? Um, dus ik, ik denk dat we in de jaren vanaf 2018, denk ik, dat dat onderzoek van jullie is geweest, echt wel behoorlijke stappen in gemaakt. Nu, nu, nu gaan we richting, zeg maar, oplossingsrichtingen. We, we hebben vastgesteld dat, ja, het is een probleem. We kunnen niet helemaal kwantificeren hoe groot het probleem is, maar het is er nadrukkelijk wel. Um, een oplossingsrichting is dus ja, meer regie over de kanalen en meer regie over de dienstverlening. Ja. Ik wil ook heel graag nog even doorpraten over een ander initiatief waar jullie ook bij betrokken zijn. En dat is de ontwikkeling van een... Integraal klantbeeld. Uh, ja. Jullie zijn aangehaakt bij, uh, bij het KIS-initiatief. Ja. Uh, kun, kun je daar heel kort even iets over vertellen en in hoeverre dat ook bijdraagt aan het oplossen van dit probleem? Ja, um, wij zijn daarop ingestapt. Dat daar doen we samen met Timpact, de vereniging met een aantal gemeentes waar wij een digitale dienstverlening ontwikkelen, ontwikkelen omdat wij. We vonden dat um, eigenlijk als mensen ons bellen een soort zwarte dosis van wat gebeurt er eigenlijk bij die gemeente. Zelfs ons KCC weet dat niet altijd. He, dus vooral om, om dat KCC goed te ondersteunen. Goh, wanneer hebben mensen nou gebeld? Met wie hebben ze gebeld? Waarover? Um, ja, wij hadden niet een goed klantcontactsysteem waarin we dat kwijt konden. Um, laat staan, dat daar ook allerlei bronnen aan zaten waarin je informatie kon opzoeken waarmee je die burgers zo snel mogelijk kon helpen. Um, dus wij zijn begonnen om met het Systeem, wat dan een keer voor staat, te gaan bouwen. Um, met als doel dat we mensen niet meer van in, in intern niet meer van het kastje okay. naar de muur sturen. Laat staan dat we zeggen ja, met wie heeft u dan gebeld en waar ging het dan over? Um, dus om echt de historie, of nou iemand heeft een zaak of een contact gehad, telefonisch of een appje, maakt niet uit dat dat allemaal bij elkaar staat bij die klant en niet in al die verschillende systemen. Ja, dus KIS als een richting het bij elkaar harken van. Informatie vanuit Omnichannel gebeuren hier ook dingen, Liesbeth? Ja, nou zijn wij natuurlijk meer het platform dat dit soort initiatieven samenbrengt. Dus ik ben inderdaad uh, bekend met Keers Impact. We hebben er ook wel een keer een kennissessie uh, aan gewijd. Ja. waarin ja, meerdere mensen dus het verhaal kregen te horen van wat is het en wat kunnen we ermee. Um, als je kijkt naar bijvoorbeeld andere gemeenten, Tilburg bijvoorbeeld. Uh, of in Utrecht, wisten we ook dat daar bijvoorbeeld. Uh, Gem speelde, uh, initiatief rondom chatbots. Uh, we weten dat er heel veel eigen lokale initiatieven spelen. Hè? Dus elke keer als er iets is wat ook raakt, aan bijvoorbeeld een landelijk thema of een landelijke behoefte, dan uh, staat dat wel eens in het zonnetje. Maar we gaan ook langs bij organisaties. Dus wie weet komen we ooit een keer, uh, als dat kan, ja, Petra, bij jullie langs. Hè? Ja. Zijn, inderdaad, we zijn in Tilburg geweest, uh, we zijn met Alkmaar om tafel geweest. En dat noemen we dan gluren bij de buren. Ja. Om mensen echt even een praktisch kijkje in die keuken te geven. En uh, dus ook dit soort vragen die wij nu ook over en weer bespreken. Om dat in de praktijk uh, met elkaar te behandelen. Mooi. Dat levert hele leuke gesprekken op. Ja, mooi. Ja. Ik wil, we moeten helaas uh, toe naar een soort afronding. Maar ik wil heel even nog uh, de laatste oplossingsrichting bespreken... die we net al even zagen langskomen. En dat is die loketfunctie of die ja. één-loketgedachte. Jullie werken samen met andere overheden. Ja. Hoe, hoe ziet dat eruit en hoe, hoe werkt dat? Wij hebben met uh, acht uh, landelijke overheidsorganisaties... Een, uh, een telefonische lijn, een professionele lijn. Speciaal voor ons, zal ik maar zeggen. Um, maar ja, dan kunnen we contact opnemen als wij iemand bij ons hebben die problemen heeft. Dan leggen we direct contact met bijvoorbeeld de Belastingdienst of met het UWV of de IND. Um, en de, ja, de, de klant zit bij ons en um, ja, da daardoor kan hij zeggen dan ook, hè, dan is het allemaal proof, AVG. Um, en dan, ja, dan kijken we of we het op kunnen lossen. En meestal kan dat ook. Juist. Ja. En dan gaan we gewoon mouwen opstropen en aan de slag. Aan de slag. Mooi. Ja. Lijkt, lijkt mij een hele goede oplossingsrichting. Ja. Nou, da daar kunnen we vast ook nog een keer een andere keer uitgebreid over doorpraten. Dat gaan we nu niet doen. Uh, wat we wel gedaan hebben vandaag is ja, het nou eens doorakkeren van dat kastje naar de muur. We weten dat het er is. We weten dat het bestaat. Dat we mensen doorsturen van kanaal naar kanaal, van overheid naar overheid. Of soms van afdeling naar afdeling. Uh, we hebben ook gekeken naar de oplossingen voor het probleem. Dus meer regie over de kanalen heen, samenwerken binnen loketten, je datahuishouding op orde. Uh, en het goed meten van wat er gebeurt, en bij elkaar brengen van alle klantinformatie. Ja. Uh, en dat zijn stapjes in hopelijk een goede richting om ja, die burger minder van het kastje naar de muur te sturen. Uh, daarmee moeten we ook een einde gaan bouwen aan deze aflevering van Omnichannel in Verbinding. Uh, vandaag, zoals gezegd, het kastje naar de muur. Dank aan mijn gasten voor jullie bijdrage aan vandaag. Wilt u meer weten over deze aflevering? Of wil je meer weten over deze aflevering? Kijk dan op gebruikerscentraal.nl. Daar kun je ook uh, ja, je gedachten, feedback en vragen kwijt. Sluit je ook vooral aan bij de community Omnichannel. Als je meer wil weten over dit onderwerp. En ja, wellicht kunnen we dan ook uh, de gemeente Enschede of Petra Bout direct vragen om nog wat feedback. Uh, hartelijk dank. Binnenkort een nieuwe aflevering van de podcast Omnichannel. En voor nu een hele fijne dag toegewenst.